Na jaren en eeuwen van omzwervingen vond het sprookje van de gelaarste kat een nieuw thuis. Het podium van het Efteling Theater. In 4 afleveringen zien we de musical groeien van idee tot voorstelling. En van verhaal tot betovering. Dus miauw, nooit meer iets anders. Je ziet het in de gelaarste kat, The Making Of. Nu de acteurs bekend zijn, is het tijd om de letters van het script tot leven te brengen. En dat begint met de script reading, waarbij iedereen samenkomt om het verhaal te beluisteren. Een spannende dag voor de acteurs en iedereen eromheen. Ik ben heel erg blij, verheugd, trots en nou ja, alles wat daarboven zit om jullie eindelijk in de ogen te kunnen kijken en de hele ploeg nu een keer bij elkaar te hebben. En nu gaat het eindelijk uit jullie monden komen en nou ja, daar kan ik gewoon echt niet op wachten. Bedenk dus die stemmen in je hoofd de hele tijd en je denkt dus de hele tijd, oh, waarschijnlijk gaat die acteur het ongeveer zo en zo spelen. En voor nu alvast, veel plezier! Yeah! Ik ben Tim. Aangenaam. Nou, kop 0. Geef je kat eens een pootje. Ik zie het inderdaad wel inderdaad als een beest waar heel veel energie inderdaad in zit. Wat er op bepaalde momenten uit zit. En hij krijgt van Akita te horen van nee, het is veiliger om je gewoon als kat te gedragen. En dan ga je om in de massa. Maar dat voelt voor hem niet zo. Mooi. Nog steeds ontevreden met wat je gekregen hebt? Nee, een pratende kat. Als ik dat aan mijn broers vertel. Ja, dat doe je dus niet. Ik kan je beter helpen als ik zelf bepaal wie ervan weet en wie niet. Hij wil gewoon zichzelf zijn, maar hij weet niet hoe. Ja. Soms moet je een moeilijke keuze maken die uiteindelijk alles makkelijker maakt. Dus miauw, nooit meer iets anders. Dan hebben we voor de rol van Agatha, van de molenaar en van de koning, hebben we gekozen voor Dick Cohen. Ah, dat vind je mooi. Bolletje dan. Een goede acteur, goede zanger, ook nog kunnen dansen. Ik ken er niet zo heel veel die dat allemaal kunnen. Maar Dick kan dat. Oh, dat misverstand wil ik meteen even rechtzetten. Die naam kan niet. Kan gewoon niet. Bolletje. Zie ik eruit als een bolletje? Nou, als ik heel nee, Bas. Ik zie er niet uit als een bolletje. Nee. Sorry, viel mij heel erg op. Omdat hij die ontwapening en aan kan zetten, maar ook uit kan zetten. En dat is eigenlijk precies wat ik zocht voor die rol, omdat Bas die ontwikkeling maakt in de voorstelling. Het is een heel jong, naïef jongetje. En dan komt die gelaarste kat, staat ineens voor zijn neus, pratende en wel. En leert hem eigenlijk het leven begrijpen en wordt zo volwassen. Heb je hier nou je geld aan uitgegeven? Aan kattenkleren? Je bent knettergek, man. Vind je het gek dat pa je alleen de kat heeft nagelaten? Als je zo met geld omspringt. Een prinses kan alleen trouwen met een jongen van adel. Dat is ook traditie. Ik ken helemaal geen jongens van adel. Daarom komen ze straks allemaal langs. Allemaal? Voor de rol van de prinses hebben we Veen van den Bos gecast. Ja, wat kan ik daar nou over zeggen? Van jij is zo mooi, zo lief, zo goed, vriendelijk naar andere mensen. Prachtige stem, goede actrice. Ja, tuurlijk is dat een prinses. Zo leefde ik in alle rust en groeide dit kleine katje op tot mij. Voor de rol van de gelaarste kat hebben we Marcel Visser gecast. Waarom ik hem ook heel erg hoog heb zitten is dat hij altijd heel veel energie weet te geven. Heel gefocust is, maar ook ongelooflijk positief. Leidercapaciteiten heeft. Door gewoon zichzelf te zijn, een hele groep kan meesleuren in zijn. Dat is gewoon wat die gelaarste kat, of Tim in onze voorstelling, wat hij ook heeft. Oh. Heel ja? Goed. Ja? Superleuk. Fijn. Toch? Ja. Ja. De gelaarste kat? Maar er zijn toch veel meer katjes?
Ah, daar zul je ze hebben. Nou, je bent vandaag bij de kattenschool aanwezig. De kattenschool is eigenlijk een soort hele korte cursus voor de meer dan 900 kinderen die mee gaan draaien in de glazen kat. Dat noemen wij de wisselkinderen. Die komen eenmalig in de productie meedoen. En om ze al een beetje te laten wennen aan het theater en spel en zang en dans, komen ze hier één dag, één dagdeel, krijgen ze alle drie de workshops en aan het eind presenteren ze alles. Hoera! Huh? Dat ziet er gek uit. Ben je nou aan het huilen of ben je nou blij? Niet vergeten, hè? Neem je gezicht mee. Ik wil nu niet in het ballon! Er gebeurt er iets wat in het theater eigenlijk nooit moet als je op het podium staat. Wie weet het? In de lachschieten. In het begin merk je vooral bij de jongsten dat ze het heel erg spannend vinden. En dat ze nog een beetje van waar ben ik. En ze kennen natuurlijk nog niemand. Het gaat er eigenlijk vooral om dat ze gewoon hier een beetje vertrouwd raken en dat ze al een keer hier zijn geweest. En dat ze langzaam een beetje kennis leren maken met wat is nou zingen en wat is nou acteren en wat is nou dansen. Voor mij is het eigenlijk vooral belangrijk dat ze het gewoon leuk vinden en dat ze zich veilig voelen. En dat ze leren om meer plezier in te hebben, want dat is het belangrijkste. Ik heb met hen de dans gedaan, of de beweging. Dus hoe beweeg je het best als een kat? Wat zijn de variaties die je daarin kan leggen? Gewoon vooral hoe ga je van de mens die wij gewoon zijn, toch transformeren naar een kat. En daar een soort van basis in proberen leggen om het later wat vlotter te laten verlopen als de show echt is. Ja. Iedereen heeft wel een beeld voor zichzelf van wat een kat, of het typische beeld hoe een katje beweegt. Dus dat is fijn. Voor onszelf is het ook nog zoeken naar hoe dat we dat dan precies gaan vormgeven in de musical. Terwijl de katjes druk aan het oefenen zijn, beginnen de acteurs ook met hun eerste stapjes in de repetitie. Nee jongens, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik heb vannacht heel slecht geslapen. Oh. En ik dacht bij mezelf, hè, hoe kan dat nou? Ik wil gewoon lekker uitgerust hier aan gaan beginnen. Toen dacht ik, ja, maar ik kijk hier, en ik denk jullie ook, echt al 4, 5 maanden naar uit, naar dit moment. Dat ik naar jullie kan kijken en dat die hele buts gewoon voor mijn neus staat. In plaats van dat ik thuis denk, oh ja, dat waren die kinderen van toen uit die auditie. En oh ja, in de voorbereidende periode had ik al zo erg nagedacht over, wat wil ik met welke scène? Wat is die scène? Of die dans? Of dat nummer? Welk onderdeel of welke fase is dat in het verhaal? Ik heb zo ongelooflijk veel zin om met jullie aan de slag te gaan. En natuurlijk gaan we beginnen met een heerlijk stuk taart om even dat heel feestelijk te gaan doen. En ik wil voor nu alvast een heel groot applaus voor jullie allemaal! Omdat je al maanden daarover nadenkt en daarin puzzelt en in zoekt, is zo'n repetitieproces heerlijk. Want dan kan je het eindelijk aan de cast gaan vertellen. En kan je eindelijk dat in de praktijk brengen wat je al die tijd in je hoofd hebt. En ook checken of het klopt. Op jouw eigen onbevangen wijze ben je daar heel puur en heel eigen in. En, maar heb dus ook niet door dat je... Dat die los van een andere staat. Ja, dat heb je wel door. Maar, ja. Maar hij vindt het niet heel erg. Precies. Ik speel de rol van Bas, de molenaarszoon. En Bas is een hele jonge, ik zie het een beetje als een Einzelganger. Ik voel me ook een beetje dat die broers een soort eenheid samen vormen. Ja. En dat hij daar niet per se in mee wil gaan of zo. Nee, absoluut. Nee, dat is absoluut waar. Alleen die vader sterft. Ja, ja, precies. Dus zijn die broers... Precies. Je moet vooral heel eerlijk blijven. Het moet niet een karakter worden, heel groot of zo. Het moet... Het is voor mij een hele gevoelige, eerlijke jongen. En dat heb ik eigenlijk zoveel mogelijk proberen uit te stralen, ja. Hetsje! Ben je koud? Koortje? Ja, heel grappig, Johan. Of hooikoorts. Het is de tijd. Nee, het is geen hooikoorts, Jacob. Nou, waarom mis je dan? Ik mis niet. Ja, dat is best moeilijk, ja. Nou, eigenlijk gewoon...
misschien wel dicht bij mezelf blijven. Misschien was dat eigenlijk wel de truc of zo. Ik ben zelf ook wel een beetje dat soort type, dus dat past wel eigenlijk, ja. En wat bedrog. Ik doe het, ik doe het, ik doe het. Ik speel prinses Tessa. En prinses Tessa is de dochter van de koning, koning Christian. En zij wil eigenlijk niet trouwen, terwijl ze weet dat dat echt de traditie is. Ze moet gaan trouwen. Een prinses kan alleen maar trouwen met een jongen van adel. Dat is ook de traditie. Maar ik ken helemaal geen jongens van adel. Precies. En daarom komen ze straks allemaal langs. Allemaal? Allemaal. En er komen allemaal mannen langs en ze vindt ze eigenlijk allemaal niks. En uiteindelijk ontmoet ze Bas. Waar ze wel heel erg verliefd op is, maar wat natuurlijk niet kan. En dat is een beetje het avontuur, wat ze mee gaat maken, hoe dat gaat verlopen. Mijn vader is de koning, die komt overal achter. Maar dan ben jij? Prinses Tessa. Oh, zie je nou wel, ineens is alles anders. Hè? Nee, hoe bedoel je? Alles is leuk, alles is zorgeloos, gezellig, tot het ene stomme woord. Wat maar zo prachtig. Ik denk wel dat het tussen ons, tussen Soy en mij, dat er wel echt een chemie is, omdat we elkaar goed kennen. Ja, Soy is echt wel mijn maatje ook. Dus dan hoef je daar denk ik niet zoveel moeite voor te doen. En het is zoiets ontastbaars of zo. Het is gewoon iets wat er is of wat er niet is. En ik denk wel dat het er tussen ons is. Tenminste, ik hoop dat het er tussen ons is en dat het ook over gaat komen. Dat hoop ik. En of het overkomt, tja, dat hopen wij ook. Want de musical komt pas echt tot leven op de planken, waar het decor verschijnt, de acteurs dansen en de muziek klinkt in de montage. Je ziet het volgende week in de making-of van De Gelaarsde Kat.